Hier op de Lammermarkt is het normaal gesproken een drukte van belang vlak voor 3 oktober. Kermisexploitanten zijn dan bezig met de opbouw van de kermis. Nu is het stil in de stad. Wat doet het meeste pijn? Ja, dat is lastig om te zeggen, maar er zijn natuurlijk een aantal van die hele iconische onderdelen, zoals de uitdeling van haring en wittebrood. Ik denk dat in heel Nederland zelfs wel bekend is dat iets is van 3 oktober. Nou, dat hebben we ook op het allerlaatste moment moeten afzeggen en dat vind ik ontzettend jammer. De gemeenteleider roept mensen op om het feest zoveel mogelijk thuis of in de eigen straat te vieren. Ja, het is er ingeramd bij de mensen dat je met 3 oktober naar de stad gaat. Ik zou zeggen, doe dat niet. Het is echt zeer onverstandig. Het is onverstandig voor je eigen veiligheid, voor de gezondheid. Doe dat niet. Het is een normale zaterdag. Doe datgene wat je op een normale zaterdag ook doet en niet meer dan dat. En vier 3 oktober in klein verband thuis. En ook veel cafés zullen niet of slechts beperkt open zijn. Je moet toch zo zien als de mensen vrolijk worden, als ze een drankje op hebben, als ze een biertje op hebben, dat het allemaal gezellig wordt en toch bij elkaar gaan staan. Op het terras moet je dus zitten. Ze gaan heen en weer lopen, ze gaan tegen elkaar gaan staan. Het is allemaal oude jongens, krentenbrood, vrienden onder elkaar, leven de lol. Dus helaas. De vraag is nu alleen nog, wat gaat de leidenaar doen? Blijft hij thuis of gaat hij toch kijken of er wat te doen is in de stad? We zullen ons moeten behelpen, die 2 dagen. En hoe ziet dat eruit in uw geval? Nou, ik ga dus wel even de stad in en kijken of er wat te beleven valt. En als er wat te beleven valt, ja, dan ben ik wel van de partij. Ik ga wel een paar biertjes drinken. Misschien niet in de stad, misschien thuis. Maar met de familie moeten we er het beste van maken, denk ik. En gewoon positief leven, toch? Ik ga met een klein hecht vriendengroepje gaan bij iemand thuis maar 3 oktober vieren. Gewoon met de traditie met hutspot er natuurlijk bij. Maar de stad is weinig te beleven in mijn ogen, helaas. Evenementen als het mini-koraal, de reveille en de taptoe gaan wel door, maar zonder publiek. De evenementen zijn thuis via een livestream te volgen.